Goedemiddag, José de Bree. Goedemiddag. Zeg José, wij kennen elkaar eigenlijk helemaal niet zo goed. We hebben elkaar pas vorig jaar ontmoet. Dat klopt. Ja. En jij bent nu de zevende archiefmedewerkster of medewerker die ik spreek. Ja. En jij hebt wel weer iets bijzonders, want tot nu toe heb ik eigenlijk alleen maar over Zeeuwse zaken gesproken. En ja. Twee weken terug liepen we hier en toen zagen we opeens een abt en nonnen van Brabantse kloosters lopen. En klopt. Jij gaat daar iets over vertellen. Vertel! Ja, dat klopt. Dat had je hier niet verwacht in Zeeuwen. Nee, dat was heel verrassend. Het was dus een prior en twee zusters. De prior is van de abdij van Berne, te Heeswijk. En de zusters zijn van Sint Catharinadal, het klooster in Oosterhout. Ja. Ja, wat doen die hier? Nou, die zijn hier gekomen op ons pad doordat het Brabants Historisch Informatiecentrum in Den Bosch heeft een metamorfoseproject toegezegd gekregen. Metamorfoseproject houdt in. Dat is een metamorfose is een landelijk bureau ten behoud van oude stukken. En het digitaliseren daarvan ook, hè? Het conserveren daarvan eigenlijk. Want het is om het te behouden, stukken papier vergaat, wordt slecht, komt inktvrat in, er kan van alles mee zijn. Schade door het gebruik, hè? Mensen willen het graag inzien, ook bij die kloosters. Dus dat was de reden van het Brabants Historisch Informatiecentrum om bij Metamorfose subsidie te vragen om alles te kunnen conserveren en digitaliseren. Nou, die hebben ze gekregen, die toezegging. Toen kwam bij hun het probleem van, ja, dit is wel heel veel werk, want het gaat om 23 meter en 43 meter. Dus dat is best een behoorlijk aantal stukken. Daar hebben we geen mankracht voor, maar we weten dat het Zeeuws Archief al degen van die projecten gedaan heeft. Die hebben daar een projectteam. Die kunnen dat vast, dus die zijn bij ons gekomen met het verzoek van, kunnen jullie het voor ons uitvoeren? Oké, het hele project zelfs. Het hele project, ja. Dat betekent dus dat wij de voorbereiding doen voor digitalisering. Dat houdt in dat je alles controleert, alles netjes kijkt of alles op volgorde ligt. Alles voorziet van een heel klein potloodnummertje in de rechterbovenhoek, pagina voor pagina. Nou, als je weet dat het over ongeveer 200.000 pagina's gaat, zo, snap je dat dat veel werk is. En daarna gaat het naar de behoudsafdeling, dan wordt het geconserveerd, scheurtjes geplakt, alle tekst moet leesbaar zijn. Ernstige inktvraat wordt behandeld. Veel van dat soort dingen. Mooie bandjes die te strak in de band zitten worden daar losgehaald, zodat ze onder de camera gedigitaliseerd kunnen worden. Maar het eerste wat ik dan denk is van, zij krijgen het geld en jullie doen het werk. Zo ja, maar zo werkt dat niet. Nee, want wij hebben daar als Zeeuws Archief natuurlijk, jullie krijgen dat gewoon vergoed. Wij krijgen dat vergoed. En maar José, nou is het natuurlijk voor de Zeeuwen niet per se heel interessant om veel te leren over de Brabantse dingen, maar er liggen hier heel veel zaken hier in het depot. Ja. En jij hebt er wat uitgezocht. Kan je wat dingetjes vertellen? Want ik zie hier bijvoorbeeld al een heel mooi oud document met een enorm zegel. Ja, dit is de stichtingsakte van de abdij van Berne. Nou, die is uit 1134. Dus je begrijpt, het is een heel oud stuk. Uit 1134. Ja. Dat is een handgeschreven document. Dat is een handgeschreven document op perkament. Je ziet hier wel allerlei kapotte dingetjes. Er is een hele restauratiegeschiedenis van dit document. Dat zal ik niet allemaal op gaan lepelen, want dat weet ik ook niet uit mijn hoofd. Maar hier zijn ze heel zuinig op. Dat snap ik. En dit is dus eigenlijk hun stuk van hun bestaan vanaf 1134. En ja, ze hebben daar het archief. Het is toch wel buitengewoon waardevol, want zoveel van dat soort stukken bestaan er denk ik helemaal niet. Nee, of nou, de abdij heeft heel veel van zulke perkamenten stukken. Echt? Ja, wij zijn dus met die voorbereiding, alles gaat dan door onze handen. Dus we zien al die interessante stukken en vonden dat dus ook zo mooi dat we af en toe ook eens wat zijn gaan lezen. Ik heb een boek aangeschaft erover, over de geschiedenis van de abdij. Om toch een beetje te weten, toch een beetje te weten wat ik in mijn handen heb. Ja, en dat is heel leuk, dus dan ga je steeds meer zien. We zagen op een gegeven moment ook mooie handschriftjes zoals je hier ziet, met mooie ingekleurde lettertjes en schrift. Wat voor jaren is dat, weet je dat ook? Oh, dat is prachtig. Ja. Dit is heel mooi. Je ziet het met goud op druk. Dit is een handschrift uit, dat weet ik even niet. Maar wel behoorlijk oud. 13, 14 eeuw. Ja, prachtig. Die kleuren zijn ook gewoon nog alsof het nog van gisteren is. Ja, het is perkament en dat blijft gewoon heel mooi. In die zin zou je bijna kunnen zeggen dat met handen aan zit. En, de materialen van vroeger waren eigenlijk duurzamer. Eigenlijk duurzamer dan was het papier van nu. Ja, klopt. Ja. Inderdaad. Sociale werk. Deden ze daar geen bier brouwen? Dat doen ze natuurlijk ook vaak. Dat doen ze ook. Ze nu nog. Er is een bierproeflokaal, dus je kan daar nog bier gaan proeven. Oké, fantastisch. Ik ben er zelf geweest in mijn vakantie. Heb ik het natuurlijk even bekeken, uitgeprobeerd. Biertje geproefd daar. Heerlijk bier.
Dus dat doen ze nog, maar dat besteden ze ook wel redelijk uit. Want er zijn niet meer zoveel van die paters die dat natuurlijk ook. En daar rechts heb je en, van de... Dat was dus het ene kloosterarchief. En het tweede kloosterarchief is van Sint Catharinadal, te Oosterhout. Daar zijn 16 zusters nog in leven die daar nu dat klooster beheren. En een van die zusters? Die... Twee zusters waren dus vorige keer hier op bezoek. Maar die waren, met alle respect uiteraard, die waren behoorlijk op leeftijd, had ik de indruk. Zeker de rechtse mevrouw. Ja, de priorin, dat is Maria Magdalena, die is ja, net zo oud als ik. Dus die is... Even klappen. Ja. En de rest is allemaal ouder. Dus ja, dat is... uit een testament van iemand hebben ze dus een legaat gekregen. Daar zat ook een wondersteen bij. En die wondersteen die hebben ze geschonken, die zou eigenlijk geneeskrachtig zijn. En ik heb ook gevraagd aan de zusters van, hebben jullie die wondersteen nog? Nou, die wisten ze niet meer waar was. Hij moet daar ergens geweest zijn. Maar een wondersteen, wat moet er precies bij? Is dat magische... Ja, dat zou magische kracht hebben. Dat klinkt een beetje daarmee... als Harry Potter en de wondersteen of zo. Ja, klopt. Klopt, maar we hebben daar dus ook van in de stukken iets gevonden van een wonderbaarlijke genezing. Oh ja. Ook van een zuster die heel erg ziek was en die dus wonderbaarlijk genezen is. Dus wij vroegen ons ook af, dan ga je je afvragen van, is het door de wondersteen? Maar dat bleek dan water uit Lourdes te zijn, wat ze meegenomen hadden. Dus zo zijn er heel veel in correspondentie en brieven terug. Maar geldt dan ook dat als je nu als eigenlijk toch een beetje als een beetje buitenstaande dit aan het doen bent, word je dan langzaam in die geschiedenis opgezogen of valt dat voor mij? Ja, dat vind ik wel. Want, je krijgt al die stukken onder handen. Dan wil ik er ook wat van weten. Ik ga er wat van lezen. Maar door die stukken zie je ook steeds fragmenten en zie je geschiedenis terugkomen. Je ziet persoonlijke brieven van een pastoor aan zijn moeder die dan naar het klooster gaat. En die moeder die daar echt wel moeite mee heeft. Ja. Maar jij zei, dit is dus inderdaad geen Zeeuws project, dat is wel duidelijk. Maar dat betekent dan ook waarschijnlijk dat we er als Zeeuwen niet veel van terug zullen zien bij het Zeeuws archief of in jullie digitale collectie. Nee, niet bij het Zeeuws archief. Het komt bij het Brabants Historisch Informatiecentrum op archieven.nl. Kun je straks zit Christian van der Vende nog? Ja, dat klopt. Die zit daar ook. Die zal dit ongetwijfeld ook weten. Maar dat vind ik leuk. Die heb ik al heel lang niet meer gesproken of gezien. Maar die ken ik nog van het internet. Daar gaat het dus allemaal naartoe. Wij zien er dus op het Zeeuws Archief verder straks niks van terug. Maar we hebben nog wel een kleine link ermee. Want in Middelburg hebben er ook Norbertijnen gezeten in de abdij. De abdij is iedereen bekend. Daar hebben dus een paar jaar Norbertijnen gezeten. Die zijn natuurlijk verdreven toen de Oranjes hier in Middelburg kwamen. Maar we hebben daar nog wel wat kleine stukken van, wat charters die aangekocht zijn weer later. Want die hadden alles meegenomen, dus voor de rest de archief is daar niet meer van. Nee. Daarom is dit zo bijzonder. In Nederland zijn dit eigenlijk de twee compleetste Norbertijnen archieven die ook nog hun archief zo compleet hebben. En dat is dan, wordt dan toch maar mooi allemaal geregeld in Middelburg, dat dat behouden blijft. Ja, nou wij mogen dat gewoon allemaal verzorgen, nou, dus dat is leuk. Nou, dat is wel goed. Dankjewel voor je toelichting en succes met de afwikkeling. Ja, gaat lukken.